Een van de dingen die ik het allermeeste mis aan Doens is het voorlezen van verhaaltjes. Dus vandaag ga ik jullie een boek voorlezen. Deze heet Het lammetje dat een varken is. Dus zoek een plekje waar je lekker kan zitten en luister mee. Aan het einde van het boek heb ik ook nog een kleine knutselopdracht voor je. Veel plezier! Het lammetje dat een varken is. In de schapenwei grazen de schapen. Ze eten gras en lopen rond in hun mooie witte trui van wol. In de biggenbol liggen de varkens. Ze rollen door de modder en doen verder niet zoveel. Maar wat is dat? Een lammetje in de modder? Wat een gek lam, roepen de schapen. Wat een raar lam, roepen de varkens. Ik ben niet gek, roept het lammetje. Ik ben een varkentje. En hij rolt nog eens door de modder. Haha, lachen de schapen. Dan zijn wij vliegtuigen. Ze springen hoog in de lucht en maken vliegtuiggeluiden. Zoesh. Ta, lachen de varkens. Dan zijn wij motorboten. Ze schuiven op hun rug door de modder en maken motorbootgeluiden. Vrrr. Het lammetje snapt het niet. Hij is toch gewoon een varkentje? Rollen in de modder is zo fijn. Een beetje gras eten en rondlopen in een schone trui, dat is niets voor hem. De boer, die snapt het ook niet. Een schaap dat in de modder wil rollen, dat kan helemaal niet. Hier moet een dierenarts naar kijken. Wat hebben we hier? Vraagt de dierenarts aan de boer. Een bijzonder schaap, antwoordt de boer. Hij wil alleen maar in de modder rollen. Zeg eens bè, vraagt de dierenarts aan het lammetje. Dat doet het lammetje niet. Hij zegt oink. Met een stethoscoop luistert de dierenarts naar de buik van het lammetje. Zegt hij. Met een thermometer neemt de dierenarts de temperatuur van het lammetje op. Zegt hij. Met een hamertje tikt de dierenarts op de knie van het lammetje. Zegt hij. Weet je wat het is, boer? Zegt de dierenarts. Dit is helemaal geen lam. Dit is een varkentje. Dat begrijp ik niet, zegt de boer. Hij ziet er toch uit als een lammetje? Alleen van buiten, zegt de dierenarts. Niet aan de binnenkant. Maar daar kunnen we iets aan doen. Hij pakt een scheerapparaat. Wil je dit echt? Vraagt de dierenarts. Ja, want ik ben een varkentje, zegt het lammetje. De dierenarts begint het lammetje te scheren. Er valt steeds meer wol op de grond. Nu komt zijn echte huid tevoorschijn. Zo, zegt de dierenarts. Zie je de kleur, boer? De boer kijkt. Hij is roze. Ja, antwoordt de dierenarts. Varkentjes roze. Je hebt gelijk, roept de boer. Maar dan wijst hij naar zijn staartje. Dat klopt nog niet helemaal. Oh, dat is zo gedaan, zegt de dierenarts. Hij pakt een krultang en maakt een mooie, sierlijke krul in het staartje. Nu rolt het varkentje, dat eerst een lammetje was, heerlijk door de modder. En de schapen? Die zeggen, wat een mooi varkentje. En de varkens, die roepen, wat een leuk varkentje. Dat was het verhaaltje alweer. Ik hoop dat je het leuk vond, want ik heb nu nog een kleine bijpassende knutselopdracht voor je. Misschien had je al gezien dat ik hier zelf een hele lieve lammetjesknuffel heb. Net als uit het boekje. En wat ik dus begrepen heb, is dat dit lammetje eigenlijk een varkentje is. Dus ik wil hem gaan omtoveren met een paar knutselspulletjes. Dus ik wil jou vragen om met mij mee te doen en op zoek te gaan naar een dierenknuffel, waarvan je denkt dat het misschien wel een ander dier zou kunnen zijn. Zet het filmpje maar even op pauze, zodat je een knuffel kan gaan zoeken. Als het goed is, heb je nu je knuffel gevonden. Kijk er maar eens even goed naar,
Want nu is het tijd om te bedenken wat jouw dier van binnen eigenlijk voor dier is. Misschien heb je wel een tijger en is het eigenlijk van binnen een dolfijn. En dan kun je je tijger dus een makeover geven, zodat hij er ook uit gaat zien als een dolfijn. Ik wil mijn varkentje in elk geval nieuwe oortjes geven, een nieuw neusje, misschien ook wel nieuwe handen en voetjes en in elk geval ook een nieuw staartje. Daarvoor ga ik papier gebruiken. Ik heb hier al een hoop roze papiertjes verzameld en jij moet dus op zoek gaan naar de kleurtjes die passen bij jouw dier. Als je nou alleen witte papiertjes hebt, dan heb je misschien wel kleurpotloden of stiften waarmee je het witte papiertje de juiste kleur kan geven. Ik heb zelf ook nog een paar vrolijke varkenlintjes gevonden. Misschien kan jij ook wel zoiets vinden. En als laatste heb je natuurlijk iets nodig om die nieuwe oortjes en voetjes en dingetjes vast te maken aan je knuffel. Dat is misschien niet het allerslimst om dat met lijm te doen, want dan wordt je knuffel een beetje plakkerig. Wat misschien wel kan, is plakband, als je knuffel niet al te pluizig is. En wat misschien wel het beste werkt, zijn elastiekjes. Want die kan je er zo weer afhalen als dat nodig is. Goed, zoek je knutselspullen op en veel plezier met de makeover! Ik ben klaar! Een varkentje! Ik heb hem een varkensneus gegeven, varkensoortjes, varkensvoetjes en aan de achterkant een roze krulstaart. Ik ben natuurlijk super benieuwd hoe jouw knuffel is geworden. Dus als je daar een foto van wil sturen, is dat hartstikke leuk. Bedankt en tot de volgende keer!